Het beeld van Johanna Schouten Elsenhout dat op het voorterrein van het CCS stond, is gestolen. Eline Graanoogs, voorzitter van de Nationale Vrouwenbeweging NVB, zegt dat dit niets anders is dan kunstroof. De vrouwenorganisatie schonk dit bronzen kopstuk van Schouten Elsenhout op 8 maart 2011 aan de Surinaamse gemeenschap ter ere van de Dag van de Vrouw. Johanna Schouten Elsenhout is de eerste Surinaamse vrouwelijke dichteres. Volgens Graanoogs moet het kopstuk in het afgelopen weekend van zijn sokkel zijn gehaald, wat voor een grote schok heeft gezorgd bij de Nationale Vrouwenbeweging. Nou, ik ga u eerlijk zeggen, ik was in shock. En ik ben het eigenlijk nog. Ik kan het me bijna niet indenken dat zoiets mogelijk is. Weet je, dat er gestolen wordt, dat weten we allemaal, maar dat dat ook meegenomen wordt, dat we zo'n danig niveau hebben bereikt, dat men zelfs aan kunstwerken, dat men zelfs kunstwerken niet meer ontziet. Dan moeten we ons wel gaan afvragen wat er gebeurt met onze samenleving, want dit is een kunstwerk en we hebben nog meerdere kunstwerken in Paramaribo en in Suriname en we moeten eigenlijk heel erg zuinig zijn op onze kunstwerken, omdat we ook niet zo heel veel hebben. We zijn bezig onze kunst en cultuur op een hoger niveau te brengen. We willen toeristen aantrekken. Stel je voor, er loopt een groep toeristen daar langs en ze willen weten, oh, ze zien een borst of ze zien een beeld of ze zien een sokkel. En ze gaan kijken wie daar is en het beeld is er niet. Ik bedoel, hoe willen we toerisme op die manier bevorderen? Dus weet je, mensen beseffen eigenlijk niet waar het om gaat. Hè. Het is niet alleen maar dat er een stukje materie is weggenomen, maar het is een stukje cultuur dat daar verdwijnt. Het kunstwerk van Schouten Elsenhout is vervaardigd door de kunstenaar Erwin de Vries. De financiering ervan is toen volledig gedekt door de Centrale Bank van Suriname. Graanoogs vertelt dat in 2011 bewust voor Schouten Elsenhout was gekozen, omdat ze middels haar gedichten de positie van de Surinaamse vrouw aankaarten. Dus het is een bijzondere vrouw geweest die veel aan vrouwenempowerment gedaan heeft. Ze heeft een uplifting gegeven aan de vrouwen en vrouwen ze is eigenlijk een voorbeeldfiguur voor vrouwen geweest. Waarom we het beeld daar hebben geplaatst of laten plaatsen, is omdat ik begrepen heb van onze historicus mevrouw Mildred Caprino, dat mevrouw Elsenhout daar in die buurt geboren is. Dat is Wolfenbüttel heette toen. We willen echt een dringende oproep doen, aan degene die het heeft meegenomen, maar ook aan degene die het eventueel gezien hebben. Of degene die het zou willen kopen, de heler dus, breng dat ding terug. Echt, breng het terug. Het is van Suriname. Graanoogs heeft gisteren aangifte gedaan van de diefstal. Ze benadrukt dat het kunstwerk van Johanna Schouten Elsenhout niet alleen veel heeft gekost, maar ook een belangrijke waarde heeft voor de kunst en cultuur van Suriname. De voorzitter van de Nationale Vrouwenbeweging hoopt dat het kopstuk teruggevonden wordt.